Lezen. Lieve vrienden en vriendinnen, namens Marlou en Dominique en kleinzoon Boris, heet ik jullie van harte welkom. Ik ben ontroerd dat er zoveel mensen zijn gekomen en ik moet zeggen dat ik een beetje tegen deze dag heb opgezien. Want Louis was er niet om met mij te overleggen, van zullen we dat dan wel zo doen en zullen we dat zo doen en hoe zit het met de moeder? Bijschriften en is het wel begrijpelijk voor iedereen. Ik heb ook niet verschrikkelijk gemist. Even over het proces van installeren van de tentoonstelling. Ik heb begrepen dat er in Nagelen het woord probleem niet bestaat. Oh, dat doen we wel even. Geen verhalen over ja, maar zus of moet het niet zo, of denk je wel dat dat lukt, of lukt. Oh, dat doen we wel. En dat is ook gebeurd. En ik dank in het bijzonder Piet van der Sar, maar in Piet van der Sar wil ik alle nagedeelden die hier aan hebben meegewerkt van harte danken. Want zonder hen waren bijvoorbeeld die putters hier niet geweest. Ik wil even Hendrik Jan introduceren. Hendrik Jan heeft Louis als 9-jarig kind voor het eerst ontmoet en is sindsdien een levenslange vriend. Dus wij trekken al, weet ik het, meer dan 50 jaar ben je met Louis opgetrokken. Ik geef je graag microfoon. Hendrik Jan Mouw. Ik ben Hendrik Jan Houthoff. Ja. Ik ben oud-hoogleraar geneeskunde en een levenslange vriend van Louis van Gasteren. Ja. Ik ken hem al sinds 1953. Ja, dus dat is een hele tijd. Je hebt heel wat met hem meegemaakt, neem ik aan. Ja, ik heb in die eerste jaren was hij vooral aan filmen, maar ik heb bij zijn ouders op kamers gewoond en daar heb ik hem beter leren kennen en toen ben ik een heel leven lang eigenlijk met hem bevriend geweest. Ja. Ik kwam regelmatig bij hem thuis op de Kloveniersburgwal in Amsterdam en dan hadden we diepgaande gesprekken over van alles en nog wat. Ja. En het was een man die met wijdse gebaren die, ja. En een hele diepe stem, ja. Maar daarachter zat dus een warmvoelend mens waar ik altijd ja, van gehouden heb. Een geweldige man was. Een kunstwerk dat Louis na aan het hart lag. Hij heeft er 2 maal een film over gemaakt, die hier vertoond wordt. Een nieuw dorp op nieuw land in 1960, over het ontwerp van de eerste jaren van Nagelen en terug naar Nagelen in 2011, om vast te leggen hoe het Nagelen in die tijd vergaan was. En nog verder inzoomend komen we dan hier terecht, in het museum Nagelen. Binnen de ring, midden in het park, aangelegd door Mien Ruijs, bij de opening van de expositie Signalen van Louis van Gasteren. Ingezoomd vanuit de planeet Aarde als kunstwerk, telkens een laag afpellend, zoals bij de Matroska-poppetjes, tot het museum hier met de kunstwerken van Louis. We zitten bij elkaar in het epicentrum van meer dan 50 jaar kunstenaarschap van Louis van Gasteren. Onder zijn handen hebben dingen die ons als samenleving gedurende meer dan 50 jaar beroerden, vorm gekregen in de kunstwerken die hier worden tentoongesteld. Samen met zijn films die hier vertoond worden. Dan nu iets over Louis als kunstenaar. In diezelfde 60 jaar van de vorige eeuw was er in de Verenigde Staten een hoogleraar filosofie, Suzanne Lark, die pionierswerk heeft verricht in het onderzoek van menselijke gevoelens als de bron van kunst en esthetiek. In dat kader interviewde ze een aantal prominente beeldende kunstenaars, waaronder Jackson Pollock. Ze interviewde ze 2 keer. 1 keer tijdens het maken van een kunstwerk en vervolgens nog 1 keer als het werk voltooid was en werd tentoongesteld. Als het werk klaar was en werd tentoongesteld, hanteerden de kunstenaars begrippen als
de kleurstelling, de compositie, het gevoel erbij, de uitdrukkingskracht en dergelijke. Louis is alweer een aantal maanden overleden. Ja. En hoe gaat het momenteel? De ene dag beter dan de andere. Ik mis hem natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Want juist zo'n tentoonstelling, dat vraagt om overleg. En zie je dat zitten zo, en zullen we het zo doen, of zullen we het zo doen. Ik heb het wel met een aantal goede mensen om me heen gedaan. En ik denk dat Louis het er wel mee eens is, maar ik heb hem wel erg gemist. Ja. 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 En hoe ga je nu verder met je leven? Ben je van plan dit voor te zetten wat hij deed? Of? Ja, er zijn nog een paar dingen die ik zeker doorzet. Ja. En verder, ik denk niet zo een aantal jaren vooruit. Nee. Ik ben meer van de dag. En ik ben altijd weer blij dat het avond is en dat ik die dag weer heb door ben gekomen. En krijg je nog steeds reacties van mensen die hem gekend hebben? Absoluut. Ja? Absoluut. Want ja. Ik vind dat er in de media toch eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteed is. Nou, er waren grote artikelen in de Volkskrant en in de... Nee, ik bedoel meer de televisie en dergelijke. Het valt wel mee. Ja, toch wel. Ja. 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 En wat is nou je eerstvolgende project, behalve dit? Ik ben het archief aan het opruimen. Ja. En ik probeer om alles op de juiste plek te krijgen. Ja. Er gaat heel veel natuurlijk naar het filmmuseum, ja. Maar misschien ook naar het IISG, of naar het Algemeen Rijksarchief, of andere archieven. Ja. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja. Nou, dan hoop ik dat dit een succes mag worden. Dankjewel. En in de toekomst hoop ik je nog eens te kunnen spreken. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor dit interview. Oké. Okay. Ooit, bij de opening van een tentoonstelling van zijn kunstwerken in het museum Fodor in Amsterdam in 1968, zei Louis, wat valt er nou bij een tentoonstelling nog te openen door het gesproken woord van een man in een keurig pak? Ik ben het daar in principe wel mee eens. Louis loste dat in 1968 op door Marshall McLuhan, die ik hiervoor al noemde, vanuit Toronto via een gesimuleerde satellietverbinding in leidende woorden te laten spreken. Waarna hij zelf de opening verrichtte. Ik heb vandaag de inleiding gehouden, maar laat nu Louis de opening doen met dezelfde woorden zoals hij die sprak bij de opening van de tentoonstelling in 1968. Mijn tentoonstelling is open. Uit. Af. Dank u wel.